Even mooie Jatar. We zagen hem voorbij komen. Ja, die kunnen we afschrijven als voetballer. En dat is heel jammer. Die is 21 jaar. En bij PSV en bij Ajax heeft iedereen zijn stinkende best gedaan om die jongen overeind te houden. En ik denk dat Juventus het ook serieus geprobeerd heeft. Ja. Vergeet het maar. Nou, sterker nog, 2 maanden geleden zat er eigenlijk nog een best wel een groot kans in. Hij was echt goed op weg. Echt waar? Ja, dat hij daar in de serie C zou gaan spelen. De next gen van Juve. Maar hij is nu terug en hij traint niet meer. En ik denk dat ze een dossier aan het opbouwen zijn op dit moment bij Juventus. En om afscheid te nemen. 2025 loopt zijn contract af. Ja, hij verdient al niet eens zoveel meer. Hij had al een clausule erin. Dat... Maar dat loopt financieel ook verkeerd af met die jonge man natuurlijk. Want die is 21, die heeft een paar centjes verdiend. Maar die is zo door die centjes heen. Want die leeft als een filmster en met gekke auto's. En die komt in de goot terecht. En dan weet je wel wat er gebeurt, weet je wel. Zijn broer is volgens mij nu zaakwaarnemer, als ik het goed heb begrepen. Maar, ja, maar misschien is dat wel de grootste fout geweest. Ja, dat is pas net. Ja. Ja. Nee, maar ik denk dat niemand zoveel kans heeft gehad als hij. En hij is nog steeds maar 21, dus het is ook jawel, niet... maar ik denk dat geen club meer aan het begint. Want ze hebben bij Ajax echt alles geprobeerd, hè? Ja. En met de beste bedoelingen. Maar bij PSV ook. Bij PSV ook. Ja.